Hoi en welkom bij Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je op een traditionele manier eieren kunt schilderen. Zonder verf of kleurstof, maar gewoon echt met natuurlijke dingen. Hoe mijn moeder het deed, hoe mijn oma het deed. En dit is eigenlijk hoe heel veel vrouwen in het Oostblok hun eieren beschilderen voor Pasen. Wat je nodig hebt is eieren. Het liefst witte, maar dit kan natuurlijk ook, maar wit pakt verf altijd het beste. Dan uien. Je kan allerlei uien gebruiken. Gewone, shallotjes of wat helemaal mooi is zijn rode uien met zo'n paarse schil. En als je een stapje verder wil, kan je ook nog kruiden gebruiken zoals dit. En eventueel bloemetjes die je bijvoorbeeld buiten hebt geplukt. Of die je uit een boeket haalt, zoals dit bijvoorbeeld. Als je echt wilt decoreren met die bloemetjes heb je ook pentikousjes nodig. Maar dat komt zo. We beginnen met de basis. Als eerst neem je een pan. Dan neem je je uien en daar ga je de schil van afhalen. Dus dit. Het handige is dat je dus ook gewoon oude uien kan gebruiken die je verder niet op gaat eten. Maar waarvan wel nog de schil eromheen zit. Dus dit ga je er aftrekken en in de pan doen. Hier heb ik de schillen van deze uien. Een stuk of 10 zijn het er, kleine uitjes. Hoe meer je doet, hoe heftiger de kleur. En dit is voldoende voor een paar eieren. In de pan. En hier kan ik nu eieren bij doen om te verven. Ik doe 2 gewone eieren en 2 wil ik leuk versieren met behulp van de plantjes. Ik doe het als volgt. Ik neem een ei en dan neem ik bijvoorbeeld dit bloemetje. Die hou ik er zo tegenaan. Dan denk ik, nou, dit is op zich wel leuk. En ik kan ook dit dille is echt zo'n traditioneel ding om er tegenaan te houden. Zo, deze, zo. En zo versier ik hem nog een beetje. Dus dit zo. En nog een takje. Zo bijvoorbeeld. Ja, dit is denk ik wel goed. En nu neem ik dus een pentikousje. En daar doe ik dit in. Zo, ik knip hier even het uiteinde af. En dan leg ik hier nog de plantjes even goed. Als het goed zit, kun je zo knoop erin maken. En dit ook zo in de pan leggen. De volgende knip ik ook een stukje af. Voor de volgende heb ik hier een knoopje in gemaakt. Doe ik het eitje erin. En ik doe er ook een beetje rijst bij. Rijst geeft ook een grappig effect. Een soort spikkeltjes. Dus een beetje rijst, zo. En nu een knoop erin. Zo. Ook deze is ingepakt met rijst en met plantjes. En dit gaat ook de pan in. En dit is hoe de pan eruit ziet. Nu nog even water erbij. Dompel alles nog even goed onder. Zodat alles nat wordt en meekookt. Zo. En dan ga ik nu het vuur aanzetten. En laat dit ongeveer wachten tot het kookt. En dan 15 minuutjes koken. Het water kookt inmiddels en je kan zien, kijk, dat het water een kleurtje krijgt. Zorg ervoor dat de uien een beetje bovenop blijven en dat de eieren vooral onderop blijven, zodat de kleur daar goed heen gaat. En dit laat ik nu ongeveer een kwartiertje koken. Nou, er is ongeveer een kwartier voorbij. En zoals je ziet, is het water ook. Je ziet het al. Ik doe het vuur uit. Je kan tussendoor ook checken, hè? Hier. Oh, helemaal goed. Zo, ik ga ze er even uitvissen. Zo, uit de pan. En dit laat ik heel even afkoelen. Dit is een beetje afgekoeld nu. Ik ga de panty wegknippen. En hopelijk kan je zien dat het is gelukt. De ene keer wel, de andere keer niet. Oeh, je ziet maar een heel klein beetje. Maar ergens zie je het. Moet je kijken, je ziet hier een soort bloemetjespatroontje erin. En de ander... Oh, deze is beter gelukt. Kijk. Kijk. Je ziet echt blaadjes en stokjes. Oh, en dit was dan het bloemetje. Het is altijd een beetje gissen of het goed gaat, maar het is toch een grappig effect. En dit is het. Dit is hoe je op een hele ouderwetse traditionele manier eieren kan schilderen. Die nog afstamt uit de tijd dat mensen letterlijk niks hadden. En het deden met alle dingen die ze in hun keuken hadden. Een hele natuurlijke manier, leuke manier ook om je eieren te verven. En bedankt voor het kijken. Tot ziens. Welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze vrolijke paasnagels kunt maken. Het is heel erg makkelijk, maar het ziet er wel gewoon heel vrolijk en feestelijk uit.